had een prostaatprobleem in 2014, omdat ik me niet meer goed kon plassen. Toen kwam ik bij de uroloog terecht en die nam een urinekweek af. En daar bleek een bacterie in te zitten die dus slecht gevoelig is voor antibiotica. En het frappante was dat ik daar helemaal geen last van had. Maar voor kwetsbare mensen is dat toch wel een lastige bacterie. Vervolgens werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Dan landde ik op de spoedeisende hulp. En daar stonden in één keer 6 van die maanmannetjes om me heen. Met smoeltjes op en schorten aan en handschoenen. Vanwege die bacterie. Dat is dus de manier zoals ze er in het ziekenhuis mee omgaan. Dat je dus als besmettelijk beschouwd wordt en ook zo wordt verpleegd. Vervolgens ben ik ontslagen, hebben nog een keer een nakweek gedaan om te kijken of die bacterie er nog steeds zat. En dat gaat heel eenvoudig met een klein zwabbertje een keer even door je anus heen halen. En dat bleek inderdaad die E. coli er nog steeds te zijn. Als bacteriën niet goed meer reageren op de meest gebruikte antibiotica, noemen we ze bijzonder resistente micro-organismen, ofwel BRMO. Deze ontstaan door onzorgvuldig en te veel gebruik van antibiotica. Omdat deze bacteriën niet meer gevoelig zijn voor de meeste antibiotica, zijn ze moeilijk te bestrijden. Gezonde mensen worden meestal niet ziek van BRMO. Zij kunnen deze bacteriën wel bij zich dragen. Vooral mensen met een verzwakte weerstand kunnen er ziek van worden. BRMO ontstaan vooral in landen waarin de ziekenhuizen heel veel antibiotica worden gegeven, zoals in India, de Verenigde Staten en in landen rond de Middellandse Zee. Mensen die daar in een ziekenhuis hebben gelegen, nemen nog wel eens zulke bacteriën mee naar huis. Wordt u ziek van BRMO, dan zijn de klachten afhankelijk van waar de bacteriën zitten. Zitten ze in de luchtwegen, dan kunt u een longontsteking krijgen. Zitten ze in de urinewegen, dan kan dat een blaasontsteking of nierbekkenontsteking geven. Ook uw huid kan erdoor ontsteken. Bent u besmet, dan is het voor u en de mensen in uw omgeving extra belangrijk om regelmatig grondig de handen te wassen. Was uw handen in ieder geval voor het klaarmaken van eten, voor uw gaat eten, als u in uw handen heeft gehoest en na toiletbezoek. De enige manier om ervoor te zorgen dat bacteriën gevoelig blijven voor antibiotica is heel zorgvuldig te zijn in het gebruik ervan. Gebruik dus alleen antibiotica als uw arts het nodig vindt en maak een kuur helemaal af. Gelukkig zijn er nog wel nieuwe antibiotica die helpen tegen BRMO. Die antibiotica worden alleen gebruikt bij mensen waarvan is bewezen dat ze een infectie hebben die wordt veroorzaakt door deze bacteriën. Nogmaals, in eerste instantie denk ik, wat gebeurt me? En uiteindelijk komt het erop neer dat ik een eenpersoonskamer krijg als ik het ziekenhuis in kom. En ik moet het telkens roepen als ik ergens een ziekenhuis binnenkom. Maar veel last, ik heb er helemaal geen last van. Dus ik weet ook niet hoe ik eraan kom en ik heb geen idee of ik hem ooit nog kwijtraak.